stilgestaan. Hate die foto. Ik heb er zo slechte herinneringen aan. Iedereen zou kijken van, die waren weer keikwaad. I didn't care. Ik had zoiets van, whatever. Ik heb het toch maar weer gedaan. En gillen met al de scheidkakkers dat je zei. Hey, mijn naam is Tom of Tom V Makeup. En welkom bij een nieuwe video. Alright, sorry, ik ben even een beetje afwezig geweest. Want ik ben een beetje ziek. Wel, het is te zeggen, ik ben niet echt ziek. Maar ik heb zoiets geërfd van mijn moeder, denk ik. Ik denk dat dat van mijn moeder is. En dat is het feit dat ik bepaalde vitamines niet opneem in mijn maag. Dat wil zeggen dat ik zoveel mag eten dat ik wil. Bepaalde vitamines komen er niet door. En dan moet ik eigenlijk zeg maar spuiten binnenkrijgen. Nu, ik ben er heel nonchalant in en ik haat naar de dokter gaan. Dat resulteert vaak in het feit dat ik gewoon ineens crash. Dat ik gewoon totaal geen energie meer heb. Dan mag ik slapen en slapen en slapen. Ik word gewoon niet wakker. Dus dat is gewoon ineens weg dan energie. Ik word er heel neerslachtig van is ook. En zo ook, ik begin ook overal eens uitslag te krijgen en droge plekken in mijn gezicht. Mijn borst begint pijn te doen. Ik ben gisteren naar een dokter geweest, voor mijn bloed laten trekken. En blijkbaar was het dus terug vandaag. Dus hebben we samen besloten met een dokter om eigenlijk zeg maar elke maand die verpleger gewoon te laten komen. For the rest of my life! Zodoende dat ik eigenlijk er niet meer mee te maken heb. Wat hangt er hier voor? Mijn fucking gezicht. Oké, ik ben slightly irritated. Zult dat weer in mijn praten? Ik kan tegen heel weinig. Ik heb een heel kort lunchje momenteel. Dat komt gewoon door dat mijn lichaam gewoon niet oké is. En heel onrustig is van binnen. Ik verdik ook heel hard in die periodes. Omdat ik gewoon mijn lichaam zegt van, we hebben van alles tekort. Eet, eet, eet. Dus ik eet maar. Maar mijn lichaam bouwt die vitamines niet op. Dus dat blijft zo de nood van, kom aan, je moet dingen eten voor dat bij te eten, die vitamines. En dat lukt gewoon niet. Met het resultaat dat ik gewoon zeg maar constant bijkom. Dus dat is echt niet leuk. Ik ben ook al 2 weken niet gaan sporten erdoor. Dus I hate it. Maar toch wou ik even de tijd pakken om wel een video te doen. Want ik zou het helemaal vergeten, maar ik ben eindelijk, deze maand ben ik 10 jaar... professioneel make-up artist. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk 10 jaar geleden mijn eerste echte professionele job gedaan heb. De jaren ervoor, want ik doe dat eigenlijk al 15 jaar, maar de 5 jaar ervoor waren vooral dingen proberen, mijn vertrouwen opbouwen voor zeg maar, in die end toch wel op pad te gaan als make-up artist en genoeg zelfvertrouwen te hebben. En ik vond het gewoon ideaal om dat moment eens vast te grijpen en gewoon eens te kijken naar mijn werk gedurende die jaren. Ik heb een aantal foto's gedownload en eens kijken wat dat de verhalen daar rond zijn en hopelijk vinden jullie dat een beetje interessant en leuk. Ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen met een eerste foto. Ik ga proberen dat een beetje chronologisch te doen. De allereerste dateert echt van kei lang geleden. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik mijn eigen zeg maar opgemaakt heb als vrouw. Nu, ik vind dat niet echt een vrouw. Het is precies meer een hoer dat ik zin. Maar dat was ook wel de bedoeling, denk ik. En dat was eigenlijk het moment dat ik gevraagd heb aan Katrien of als ze mij eens wou komen opmaken voor de helft. En dat ik de andere helft zelf zou doen. En dat ik dan eigenlijk mijn make-up begonnen ben. Dus die dateert echt wel van keilang geleden. En oh my god, die foto, look at her legs. Ja, inderdaad, de vrouw in beeld, de slut in beeld dat je ziet, that's me. Dat is zo lang geleden, dat is zeker 15 jaar geleden, dat kan niet anders. En de dingen was eigenlijk, we waren op weekend en de vrouwen moesten als man, dus die met zijn snorkje is eigenlijk een vrouw, en de mannen moesten als vrouw verkleed gaan. Ja, ik heb er zoveel brons op die foto. Dat is zo grappig. En anyway, dat was gewoon een keileuk weekend. En dat was ineens dat mijn eigen geschminkt had als vrouw. Niet dat dat iets is dat ik ooit ambieerd heb voor elk weekend te doen. Want welke vrouw loopt er ook zo bij? Dat is gewoon, my god, Jesus. I would be such a slut, hè. Moest ik een vrouw zijn. Ja, en voilà, eindelijk dan de tweede is Katrien en ik. Dat is ook super lang gereden. Je ziet dat ook. Ik zie al wel dat ik er zo niet echt healthy uitzien. Ik vind dat ik er nu soms... misschien vandaag niet, maar momenten er gezonder het zien nu. Ik ging dan zoveel uit in die tijd. Ik weet nog goed, dat was in Katrien haar appartementje. En dat was de allereerste keer dat ik zo'n beetje een beauty look deed, maar die zo'n beetje on the edge was. Dus zo ietsje meer
Dat we een beetje aan het experimenteren waren met crazy wimpers en dit of geen. Ja, als ze dat terugzien, denk ik van, girl. Dat is nu ook niet dat dat kei slecht was of zo, maar het is zo grappig voor dat terug te zien. Ik ben zo blij dat ik die foto ook naar hem. Ik was echt zo kei trots zo van, kijk wat ik gedaan heb. Graaf, hè. Maar ja, kijk. Ja, hier deze eigenlijk totaal niks met make-up te maken. Maar ik wou die wel, want ik ben eigenlijk op mijn Facebook afgegaan en in mijn geschiedenis gekeken van mijn foto's. En ik zag die foto erop staan, ik was dat helemaal vergeten. We zijn ooit naar het concert geweest van Britney Spears. Eén keer en nooit niet meer, want Jesus, dat was zo slecht. Maar anyway, wat er wel cool was die avond, is dat ik eindelijk zijn we daarna gewoon met de dansers van Britney Spears uit geweest. Er was een maat die iemand kende, die er blijkbaar danste. En die had gezegd van, ja, kun je, zit het zitten voor eventueel wat dansers mee op te halen? En ik zeg, ja, natuurlijk. Maar dat waren dus die dansers. Ik had er zelfs niet bij stilgestaan, omdat die dansers van Britney Spears waren. En ineens zaten gewoon die dansers van Britney Spears in mijn auto. Dus dat was kun je cool. We zijn dan echt zo naar de verschillende clubs gereden in Antwerpen. En ja, overal dat we kwamen, stonden er zo tafeltjes vrij, zo VIP en dit en hetgeen. Ik dacht van, oh my god, als hier zo just as your plane self binnenkomt, dan moeten we gewoon wachten een uur in de rij. Door werd echt zo alles opzij geschoven van, oh my god, de danser van Britney Spears zijn wij. Zijn daar, en we liepen er zo bij, zo. Keanozel. Maar dat was wel leuk, want die heb ik zo. Die had niks met make-up te maken, maar toch, ik vond die wel tof. Eindelijk ben ik beginnen werken in die tijd ook voor Nox. Nox is een dancing in Antwerpen voor de mensen. Ja, dat heet nu anders tegenwoordig. En ik heb er zoveel geleerd, omdat ik, ja, als je zo make-up moet doen op van die go-go dancers, dan moet heel hard opvallen. En ja, weet je, als je make-up doet die heel hard opvalt, en bijvoorbeeld, je moet zo'n sterke wenkbrauw doen, als je dat fout doet, ja, dan zie je dat ook harder, omdat dat allemaal wel heel sterk aanwezig moet zijn. Het thema was Barbie Girl. Je ziet dat ook wel, het is gewoon enorm erover. Dus dat is voor mij echt een keigoede training geweest. Dus voor alle aspirerende, zeg je dat? Aspirerende, ik denk het wel. Aspiring make-up artist. Zoekt u een job in een nightlife en geloof mij, je zult gepusht worden om dingen te doen. Dus ik vond het ook een hele toffe look toen. Ik had toen ook totaal geen social media. Nu, de afgelopen jaar of anderhalf jaar, dat ik zo'n beetje meer aanwezig ben op social media, zeker op mijn YouTube. Als ik zie dat veel groter op social media dan nu, ik heb er wel soms wat spijt van. Ook zo'n voorbeeldje was in deze. Dat was ook een van de allereerste keren dat ik zo echt zo'n hele zware facepaint op mezelf deed. Ik heb er ook een filmpje van. Misschien kan ik dat hier laten zien. Dat ik echt zo, dat was in een tijd van Avatar. En dan had ik echt zo'n die Avatar op mezelf gedaan. Ik ben er ook zo nog mee naar de dingen geweest. Naar de lijst. De mensen waren echt zo aan het kijken van what the fuck. Linde Munk heeft zij mij eigenlijk gecontacteerd. Ik kende die nog van vroeger, van bij Idol. Want we hebben samen Idol meegedaan. En eindelijk heeft ze mij gevraagd van ja, zit jij het zitten voor mijn make-up te doen? Was een beetje op zoek naar een make-up artist. En ook voor de styling. Katrien had dan de styling gedaan. En eigenlijk hebben we een keileuke tijd gehad. Ik ben dan ook mee geweest naar LA voor een aantal videoclips op te nemen. Ik heb dat blijkbaar niet opgeslagen, maar deze is één foto ervan. En we hebben er een aantal videoclips mee gedaan. Ik heb ook in die tijd haar een aantal foto's genomen, want ik was ook fotograaf in die tijd natuurlijk. Dat is spontaan, als ik make-up deed, nam ik er altijd een foto van. En eigenlijk ja, kocht ik dan een duurdere camera, maar ik betere foto's wou en betere belichting. En zo is dat meegegroeid samen met mijn make-up. En ik heb dan ook alle foto's genomen voor haar nieuwe website. Dus dat is ook wel tof. In die tijd ook van die Lady Gaga, dat kwam die Born This Way uit. En zat er die die zombie boy, Rick Jeunesse, die ondertussen gestorven is. Ik denk dat hij vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd. Was er eigenlijk zo'n skull design. Dus die was weet je wel, die man die helemaal getatoeëerd was als skull, als skelet, zeg maar. Die kwam in dat clipje voor van Born This Way. En natuurlijk waren wij geïnspireerd om die make-up ook te doen. Dus ik had Katrien zo helemaal opgemaakt en later ook mezelf ook. Dat was ook de allereerste keer dat ik zo'n skull deed. Maar dat is, als ik dat nu terugzie, mag ik wel trots zijn. Zo van, als je dat nog nooit gedaan hebt, was dat echt wel een heel cool resultaat. We hebben ook zo van die filmpjes opgenomen dan. Oh, we had so much fun, hè. Het was echt zo leuk. Hier in deze was ik op mezelf aan het doen, die skull. Omdat we die avond eigenlijk naar Studio 54 zijn geweest. Zo, iedereen had er met glitter en dit en dat. En ik stond er als zo'n skull. Zo. Dus iedereen was zo keihard aan het kijken en zo foto's aan het pakken. Maar ik had wel, waar het zwart was, had ik allemaal zwarte glitter erop gedaan. Dus dat was wel nog een beetje Studio 54. Maar toch, nou. Mensen moeten gedacht hebben van, oké, die net dat thema die hier precies een beetje verkeerd begrepen. Ik was niet op social media. Instagram bestond helemaal nog niet. En nu heb je zo een heel gekende, die zo echt waar, dingen die miljoenen
Misschien ze kan het overdrijven of niet. Maar anyway, die is zo huge op Instagram. En die doet heel veel van die skull designs. En als je nu een skull post... Want ik weet dat ik in die tijd heb ik dan voor een fotograaf gewerkt. Jonas Lerisch. En heb ik die foto... Die fotograaf heeft die foto's gedaan. En ik heb de make-up ervan gedaan. En dat design met die diamantjes en zo. En dat was met de originele dat je erop voortwerkte. Ik was natuurlijk geïnspireerd geweest door die zombie boy die in die videoclip voorkwam van Lady Gaga. Maar ja, zeg maar, dat viel natuurlijk keihard op. Dat was ook de eerste keer dat ik merkte van als ik zo'n felle make-up doe, zo wat grimmeachtig, dat valt gewoon veel meer op dan dat je zeg maar de zoveelste smoky eye post of zo. Dus in die tijd ben ik er ook heel hard op verder gegaan. Ik heb dan ook zo wat verschillende designs gemaakt. Hier is zo'n black and white design. Een UV-design. Dus het linkse is dan eigenlijk zeg maar, hoe dat je het gewoon zag. En als ze dan blacklight erop zetten, zag je eigenlijk dat andere design. En zo heb ik dat ook een paar keer gedaan. Deze is eentje dat ik vorig jaar gedaan heb, die make-up. En als je dat nu post, als ik nu nog eens zo'n skull doe, zo'n skull design, dan word ik direct zo gerefereerd naar die ene die zo huge is op Instagram. Ik wil niet zeggen, maar die skull design al voor als zij dat deed. Ik bedoel, zij doet dat wel keigoed. Ik bedoel, sowieso. Maar nu mag ik dat gewoon precies niet meer doen. Of eronder word ik zo getagd. Ah ja, alsof ik die ideeën afpak of zo. Let's be honest. Lady Gaga did it first. Hey? And Born This Way, die skull dinges. Wat dat me ook bijgebleven is, ik heb ooit voor een designer gewerkt. En ik weet dat ik de eerste keer dat ik de make-up deed, dat hij gewoon aan mij kwam en dat hij zei van, mag ik je borstels eens zien? Uw kwasten. Okay? Die pakte mijn borstels af en ik mocht gewoon... Ik moest gewoon met mijn vingers werken. Ik mocht mijn borstels niet meer gebruiken. Maar dat was wel cool, omdat ik zo keihard uit mijn comfortzone werd getrokken. En eigenlijk hebben we dan die make-up gedaan. Die foto is toegenomen door Dirk Alexander. Ondertussen is hij zo al... Ja, die is zo kei fashion en die is kei goed bezig. Die is een kei goede fotograaf ook. Altijd al gevonden. Maar ik vind het wel cool dat ik sowieso totaal iets anders moest doen. Dezelfde dag hebben we ook nog zo'n black... die een UV-paint gedaan. Weer al UV. Ja, daar moest ik ook echt zo naakte lijven en zo met mijn handen helemaal doen. En moest dat nu gebeuren? De glint zou niet lachen, denk ik. Want we waren allemaal zowel van die knappe boys. In die tijd deed ik ook veel mijn eigen foto's en ik denk dat ik daar ook een beetje mijn stijl gevonden heb. Al dat contouring en highlighting en al die dingen op Instagram en dat bestond allemaal niet. Dus je had echt wel je moest echt wel een beetje je eigen stijl vinden. En dat vond ik wel leuk. In die tijd ook al die foto had gedaan van die skull, hebben we dan ook deze gedaan, die Scarabée Queen. Goed ontvangen geweest, er is ook heel veel reactie opgekomen op die make-up, alhoewel... Ja, dat ik het niet zo geweldig vond eigenlijk, tot op de dag van vandaag zelfs nog niet, maar ja, kijk. Deze was ook wel een leuke, dat was een hele zachte beauty look. Dat was eigenlijk een try-out voor Models by Keen, dus Keen Models. En dat was een meisje, een new face, zeg maar. Ook die foto is door Dirk Alexander genomen. Maar het leuke aan die foto is dat dat kleed dat zij aan heeft, dat is een kleed dat Lady Gaga ook aan heeft gehad. Dat was wel cool, wat is dat kleed is in ons appartement. Katrien en ik, en dat wilden ze met twee zo ruiken aan dat kleed, want dat kwam rechtstreeks van haar zeg maar, stylist eigenlijk, naar die designer terug. En we zijn dat diezelfde dag nog gewoon ophalen voor dan te gebruiken in de shoot. Dus dat was wel cool. Ik heb ook wel een 3 jaar lang bij MAC Cosmetics gewerkt en dat was ook wel een hele leuke tijd. En ik weet nog goed dat er zo één moment was wanneer er zo'n aantal grote bazen kwamen. Aankondiging kregen van, ja, ziet dat je echt een grave make-up op hebt, want... Want er komt wat volk naar jullie winkel vandaag voor te checken en zo. En ik zei, kom, ja, we gaan een grave pro-workshop doen. Want ik werkte toen in de pro-shop in Antwerpen, in de Pro Mac Pro Store. Dus dat was zo'n beetje, ja, de make-up artists die daar werkten, moesten zo net iets meer kunnen. En ik zeg, kom, we gaan echt zo circus looks doen. Echt zo out of the box, gewoon zo erover gaan. Dus ik had dat georganiseerd. En ik had al die make-up gedaan, zoals dat je hier ziet. En iedereen kwam toe van, ah, oh, moet het er toch niet zo uitzien? En ah, oh, dat kan toch niet? Oh, en oh, ja, ik wil er goed uitzien. En ik zei van, oh my god, stomme sukkels. Echt, ik meen het. Ik was echt zo van, Jesus. Ja, die had allemaal zo'n look gedaan. Maar sommigen hielden hun zodanig in dat zo... Weet je, ofwel ga je erover, ofwel doe je gewoon. Maar niet zo in between, zo van, ik wil wel, maar kan niet. En dat was echt zo, oh, sommigen, dat zag er niet uit. En ik weet nog goed dat die bazen toekwamen.
En iedereen stond in de winkel en in de kok en die kwamen naar mij toe en zeggen van, that's how you, dat is hoe je in de pro-store moet staan. Echt zo naar mij. En iedereen zou kijken van, die waren weer kei kwaad. Oh, direct toch wel wat jaloezie gekend in die winkels. Hè. I didn't care, ik had zoiets van, whatever, ik heb het toch maar weer gedaan. En jullie met alle scheidkakkers dat je zei, gezien maar, hè. Je doet beter wat meer luisteren naar mij. Weet je, als ik in de winkel gewoon stond, ik had altijd zo van die zware smoky eyes, zoals dat je hier ziet op die foto. Ja, je moest gewoon make-up dragen. En ik had zoiets van, oh my god. Ik wou ook niet zo te girly doorstaan, dus ik had zoiets van, kom, gewoon zo van die zwarte gothic eyes. Dat kan nog wel ergens cool zijn of zo stoer zijn tussen haakjes. I don't know. Maar zo heb ik veel ook in de winkel gestaan. Hate die foto. Echt, ik heb er zo slechte herinneringen aan. Ja, tegenwoordig doe ik natuurlijk ook wel veel foto's, fotoshoots. En dat is natuurlijk niet altijd zo heavy. Dus heel veel van mijn foto's zijn zoals dit. Ik vind het ook wel heel leuk. Zo heel girly. Zo'n mooie beauty looks en mooie styling en zo. Dus vind ik keileuk om te doen. Maar wel zorgen dat je natuurlijk een heel gestileerd beeld hebt. Deze vind ik ook wel heel cool. Dat wou ik zeker ook inzetten. Dat is van deze Halloween geweest. Dus ik probeer ook altijd wel een klein beetje zo wat... Zo een soort van thema te doen met Halloween, dat dan uit te werken. Dus ik heb toen gekozen voor Disney Halloween. En deze was gebaseerd op de Queen of Hearts. En ik wou zo een hart creëren. Dat was nou niet super origineel, want we hebben dat wel al eens gezien. Maar ik wou eigenlijk helemaal met blue doen. Hè. En de Queen of Hearts van Alice in Wonderland, zeg maar, met de roos vast. Voilà, en ik denk, een van de laatste make-up looks dat ik gedaan heb, was in deze. Dat was dan voor Sonny. En dat is denk ik tegenwoordig een klein beetje mijn stijl ook. Ik vind het wel leuk, ook zo die happy feel daarin. Als ik zo weer zot kan gaan, voor met verschillende texturen te werken, verschillende kleuren ook. Maar toch ergens zo wat gestileerd te blijven. Hè? Dus ik heb ofwel die stijl, ofwel heb ik zoiets dat heel gestileerd is en heel grafisch is. Ofwel zo'n hele schone, maar toch wel iets sterker een beauty look. Dat is een beetje... Mijn stijl waar ik tegenwoordig in geëvolueerd ben. Ik ben er zeker van dat dat nog wel gaat veranderen in de loop der jaren. Ik denk dat het gewoon onmogelijk is om nog te weten hoeveel mensen dat ik ondertussen al opgemaakt heb, hoeveel make-ups dat ik ook gedaan heb. Dat is gewoon onmogelijk voor dat te onthouden. Maar ja, ik heb er zoveel leuke herinneringen aan. En voilà, ik hoop dat jullie de video ook een beetje leuk vonden. Mijn klein reisje door een beetje wat ik gedaan heb. Maar ik zeg het, is maar een tipje van een hele grote ijsberg natuurlijk. Van wat ik allemaal gedaan heb de afgelopen 10 jaar. Dat ik eigenlijk zeg maar officieel en professioneel make-up artist ben. Voilà, als je deze video een leuke video vond, geef hem zeker een duim. Een like. En abonneer ook op mijn kanaal door op het cirkeltje te duwen op het einde van de video. Dat zullen we ongeveer hier zien. Zie ik jullie graag terug bij de volgende. Alright. Ciao.